Dat zie je zo meteen na Alles Kids. Hoe werkt een vulpen precies? En wat gebeurt er als je een lettertoets indrukt op een toetsenbord van je computer of typemachine? Dat zie je in deze tentoonstelling, genaamd Zo werkt het! Zo werkt het is een tentoonstelling die gaat over de techniek achter de volgens ons meest belangrijke vier schrijftechnieken. En dat is de computer, de typemachine, de vulpen en de drukpers. Printen is een Engels woord en dat betekent drukken. Nou, wij drukten vroeger niet met een computer, maar met lode lettertjes. Hoe lang je over doet om een zin te krijgen? Als je de hele zin, daar ben je dus wel een paar minuten mee bezig. En een heel zetsel uit losse lettertjes opgebouwd, daar ben je gauw een drie kwartier, een uur mee bezig. Ja, voordat dat gemaakt is. Een script is ons heel veel te beleven. Je kunt zelf typen op typemachines. Je kunt de drukpers uitproberen. Je kunt speurtocht doen. We hebben een computerquiz. Er zijn regelmatig demonstraties. Dus er is heel veel te doen hier. Ja, dan moest je allemaal moest je houten letters zoeken. Je eigen letters van je voornaam. En dan moest je het in de spiegelbeeld zetten. En dan ging de meneer dan afdrukken en dan kreeg je je eigen naam. Ja, ik vond het wel heel interessant, leuk. Ik heb wel veel van geleerd. En het was ook leuk om te zien hoe ze hier allemaal vroeg afdrukt. Tegenwoordig duurt het wel 2 minuten, maar vroeger duurde het zo'n 3 kwartier. Vond ik wel een beetje raar. Yeah!